Mijn naam is Herbert Westland. Ik ben voorzitter van de Vereniging Historisch Spijkenisse. Wij bestaan vandaag 20 jaar, 10 maanden en 20 dagen. Maar goed, wij vieren gewoon dat we 20 jaar bestaan. 20 jaar geleden waren Ulrike Bouwman, Willemien Hoogwerf en Jan Sijsling waren de stichters van de vereniging. Ze deden dat uit een beetje onvrede, omdat er erg veel ook toen al werd afgebroken. En toen hebben zij dus de vereniging gesticht. Nou, wat wij doen is de geschiedenis onderzoeken van heel lang geleden, maar ook van heel dichtbij. En onze belangrijkste doelstelling is om dat over te dragen aan schoolklassen. Dus we organiseren tochten door Oud-Spijkenisse. We doen rondleidingen op de begraafplaats en we werken mee aan rondleidingen in de dorpskerk. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat we doen. Wat we daarnaast doen is elke 3 maanden een kwartaalblad uitgeven. En dat noemen we de Oude Heul. En de Heul is een andere naam, een Spijkenissennaam, voor een ronde brug. En daar hadden we er 4 van, er zijn er nog 2 van over. Nou ja, 20 jaar. Het is 20 jaar, 10 maanden en 20 dagen. Nou, 22. Hey. Hebben we dat goed uitgezocht? Nee hoor, we hebben het uitgesteld omdat we natuurlijk vorig jaar nog in de corona zaten. Ik begin met eerst het verontschuldigen van de wethouder die wat later komt. Dus als mijn speech lang is, dan komt het door hem. Hiernaast, als u daar de deur doorgaat en u loopt even naar voren, daar hebben we een tentoonstelling gemaakt. En die tentoonstelling gaat van wie zijn wij, of ja, jullie. Hè, wie zijn jullie als Vereniging Historisch Spijkenisse? En wat hebben we gedaan? Dus dat is een overzicht tentoonstelling. Verder is dat nog mogelijk om bij Ria Berghout het boek Spijkenissers van Elders te kopen. Meestal was het niet, maar ze wil dat nog heel graag. Als u iets groen, mevrouw in het groen ziet, dan moet u daar zijn. Jullie, welkom. Ik ben de trotse voorzitter van het bestuur van de redactiecommissie. En we zijn trots op onze bezorgers van de Oude Heul, die dat gewoon gratis doen en dat iedere keer op tijd, behalve bij mij, dan is het wel eens buiten de tijd. Ik ben trots op de rondleiders van ons die door het oude centrum lopen met kinderen of met volwassenen. Oude begraafplaats tot een plaatje maken. Dat moest zelfs de wethouder de laatste keer dat ik hem sprak toegeven. Dus eigenlijk bent u heel welkom bij uzelf. Maak er een mooie en een gezellige middag van. Laat niemand alleen zitten. Klets met elkaar. En dan wordt het best. Ja, sommigen hebben daar geen moeite mee. Die hebben moeite met het feit om nou hun mond te houden. Hè? Goed, ik ga over naar het officiële gedeelte. Dus die 20 jaar geleden was Ulrike, Willemien en Jan Sijsling het zo zat dat de gemeente aan het afbreken was en afbreken bleef, dat ze de Vereniging Historisch Spijkenisse oprichtten. Wij noemen dat wel eens, als ze er niet bij waren, de uit de hand gelopen hobby van 2 dames. Ik ben ze heel dankbaar dat ze dat neergezet hebben.
Er vroeg net de meneer van de video van, wat doen jullie nou eigenlijk? We onderzoeken de geschiedenis van Spijkenisse. En ofschoon die niet spectaculair is, is er heel wat te onderzoeken. En de verhalen van onze vaders en moeders, opa's en oma's in hun gewone doen, dat is al heel wat om dat te publiceren. Want ik maak regelmatig mee dat ik voor kinderen zo'n verhaal vertelde. Was dat zo? Sliepen ze vroeger niet in hun eigen kamer? Hadden ze geen televisie? Nee, hadden ze niet. Nou, dat was echt heel gek. Met een broertje en een zusje in één bed slapen. Nou ja, zo kan ik er natuurlijk een heleboel opnoemen. Ja. Maar dat is wel de geschiedenis. De geschiedenis van ver, maar ook van heel dichtbij. En onze belangrijk is om dat aan kinderen mede te delen. Om op te schrijven. Verder hoeft dat helemaal niet, maar dat is eigenlijk onze belangrijkste doelstelling. Verder ben ik er trots op dat wij van niemand afhankelijk zijn. Want jullie betalen gewoon ook dit. Ja. Er is niemand die nu zegt van nou, hier heb je een hele zak met geld. Eén keer, daar kom ik zo op terug. Ja, we betalen geen huur voor een gebouw wat we hebben. Dus ja, wie maakt ons wat? Wij hebben voor jullie een cadeautje, want bij een feestje hoort een cadeautje. Dat is niet alleen omdat jullie hier zitten en een drankje krijgen. En als Rob er een beetje voor zorgt, ook een hapje. Maar, en dat hebben dus in het bestuur en in de redactiecommissie gedacht van, wat gaan we nou doen? Laten we het voorbij gaan. Toen zei ik van, ja, over 5 jaar ben ik waarschijnlijk geen voorzitter meer, dus laten we het nu maar doen. Maar goed, wat doe je dan? Ga je dan in de oude heul kijken of er leuke verhalen in zijn en ga je dat bundelen? En ga je met elkaar in de bus naar andere dingen? En eigenlijk op datzelfde moment kreeg ik een e-mail van iemand. En die zei, joh, ik heb een biografische schets heb ik geschreven. En misschien is het wat voor jullie. Nou, ik heb dat doorgelezen. En dat was best een heel leuk verhaal. Ik zei, nou, als we dat wat uitbreiden. En dat verhaal, dat heeft ook in de oude heul al gestaan, wat dat was. Dat was namelijk de biografische schets over Siebold Engwirda, de man van het licht. Bij degene die dat een klein beetje, nou ja, wat ouder zijn dan meegemaakt hebben. En bij die man van het licht hoorde ook een vrouw. De vrouw van de man van het licht. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Want die mail die kwam van Siebold Engwirda, de kleinzoon. En dat contact was op een gegeven moment een beetje verwaterd, maar dat is weer aangetrokken. En wij hebben een aardig boekje daarvan gemaakt, wat we aan jullie cadeau willen geven. Die kost niks. Daarna is het te koop en dan kost het wel wat. En bij dat jubileumnummer hoort altijd een eerste uitreiking. Dat doe je dan doorgaans aan belangrijke mensen. En ik heb mij laten vertellen dat je dat ook wel aan een wethouder kan doen. Maar goed, eigenwijs als ik ben. Mijn vrouw heeft nog niet ja gezegd. Wil ik eigenlijk Helene naar voren halen. Kom eens deze kant uit. Ik zag de schok. Ja. Ik zag de schok. Helene, als ik weet wat jij allemaal aan nachtelijke uren, aan avondelijke uren hieraan besteed hebt, dan denk ik dat ik jou wel maar aan één iemand als eerste kan uitdelen. Dat is aan jou. Want mij niet mijn e-mail sturen om 2 uur 's nachts. Van ja, ik ben eruit, klopt. Voor jou het eerste exemplaar van het jubileumnummer. Of schouw je natuurlijk het echte exemplaar stiekem in de handen
van de dorpsomroeper heb geduwd. Mijn waardering voor alle creativiteit, voor je werk en voor je vasthoudendheid. Op een gegeven moment zei ze, ik doe het niet meer, stop. Goed. Vooral al die avondelijke en laten we maar zeggen nachtelijke uren van weer veranderen. En als we dan dachten we zijn klaar, dan kom ik straks bij nummer 2 uit. Dan kwam er een mail en die zei van ja klopt nog niet helemaal hoor. Het punt staat verkeerd, de komma is vergeten. Alle botox van jouw bewerkte foto's die nog veel mooier waren dan tijdens hun geboorte. Kortom, het is een prachtig nummer geworden. Het mooiste compliment wat ik opving kwam eigenlijk bij de jongens en meiden van Spijker is werkt vandaan. Die hield er eentje trots op en die zei, meneer is dat? Het lijkt net alsof het uit de winkel komt. Nou, wat moet je dan anders? Even kijken, dit was hem geloof ik. Dat heb je wel, dat heb je van oude mensen die dan raak je helemaal in de war. Hey, nog allemaal bedankt voor al het werk. Graag gedaan. Goed, ik wou ook graag Siebout hier hebben. Zo, iemand die ik vandaag voor het eerst zag, maar waarvan we een heleboel mails hebben uitgewisseld. Ook voor jou, Siebout, een eerste exemplaar, ik kan wel zeggen het, maar dat is niet waar. Een eerste exemplaar van het jubileumnummer over jouw opa en oma. We zijn je erkentelijk dat je ons op het spoor hebt gebracht van je opa en je oma door je mail in 2011. We hebben er, vooral met jouw medewerking, een mooi boek van gemaakt. Onze dank voor je verhalen, je correcties, je suggesties. Het moet anders hoor. Die foto die hoort veel eerder dan die andere foto. Enzovoort, enzovoort. We hopen dat door dit boek Siebold Engwirda en Hanni Engwirda Agricola niet alleen bekend blijven als de man van het licht en de vrouw van de man van het licht, maar vooral dat ze ook als mens een blijvende plaats in de historie van Spijkenisse hebben gekregen. Ze verdienen het. Even kijken, want hier staat een S op. 1. Verder zei je, ik wil de 10 hebben. Namens de hele vereniging. Een cadeau. Dankjewel. Oké. Wil je nog wat zeggen? Nou, ik wou nog zeggen dat ik heel erg blij ben dat de vereniging dit opgepakt heeft. En alles wat ik verder erover te zeggen heb ik geschreven, dus daar hoef ik niks van te zeggen. Ik wil ook nog wel even een excuus aanbieden aan het hele bestuur en de redactie van het gezever en gezeur wat ik af en toe deed. Maar ik hoop dat het functioneert. Het is daardoor een beter boek geworden. Nee. Dankjewel. Goed. Dan, de laatste, but not least, wil ik Nel en Julius hier hebben. Ik weet, Nel, dat ik je daar dol blij mee maak. Maar niet heus. Ik haal jullie naar voren. Niet dat jullie aan dit exemplaar veel meegewerkt hebben. Maar ik wil jullie wel een eerste exemplaar uitreiken als blijk van waardering door het hele bestuur van de VHS en ook namens jullie. Voor jullie inzet voor nagenoeg alle activiteiten die ook maar op het historisch gebied op dit eiland en het volgende eiland gebeurt. Want ik ben niet alleen hier, maar ook in Brille en waar dan ook. Ik was ooit een keer in Drenthe op vakantie. En daar zei ze van,
Op een gegeven moment kwamen er twee mensen in klederdracht de laan op. En weet je wat, die kwamen met spijkenissen. Ik zo oud als Julius en Nel, dat kan niet anders. Maar dat vonden ze wel heel leuk, dat vertel ze iedere keer als ik er kom. Uiteraard ook voor alle activiteiten van de Vereniging Historisch Spijkenissen, waarbij jullie betrokken zijn of die jullie zelf organiseren. Dan kunnen wij naar Simonshaven. Ja hoor, nou dat gebeurt dan. Hè. Voor het rondleiden en verzorgen, vooral dat verzorgen ook, van de oude begraafplaats. Dat ziet er veel mooier uit dan een tijd geleden. Het organiseren van het jaarlijks ledenuitje. Ze hebben nog niet verteld waar we volgend jaar heen gaan, maar het gaat ongetwijfeld gebeuren. De rondleiding van de schoolklassen door oud-spijkenissen. Van de molen naar de museum Groentewinkelmak. Kortom, ik, maar jullie ook, zijn heel blij met jullie. Maar daar mag best een applaus bij. Ja. Jel, alsjeblieft. En vooral vanwege de waardering. Graag gedaan. Hetzelfde. Dankjewel. Goed. Meneer de wethouder. Ik krijg te lachen. Komt u naar voren. Sorry als het anders ging dan gewoon, want meestal... Oh ja, gisteren was je ook nummer 2, hè? Nou is het, ja. En nou nummer 5. Ja. Ik ben een vijfde loco. Dus ja, ik ben een vijfde loco. Ja. Oké, nou, dat heb ik goed gedaan. Wij hebben, maar dat heb je gedeeltelijk gehoord, dus dat ga ik niet meer herhalen, een boek gemaakt waarvan we denken van nou, een wethouder van cultuur moet daar ongetwijfeld in geïnteresseerd zijn. Anders moet je net doen alsof. Een van de eerste exemplaren van dit boek. Dank u wel. Okay. De vereniging Historisch Spijkenissen is eigenlijk nog wel een jonge vereniging, 20 jaar. Ik ben af en toe bij wijkverenigingen, die zijn ondertussen al 40 jaar. Die waren bijna opgericht voordat de wijk gebouwd was. Dus wat dat betreft een jonge vereniging. Maar dat tekent ook wel een beetje de bewustwording die er is in Spijkenissen. Vooral Spijkenissen, met betrekking tot de historie van Spijkenissen en het erfgoed wat daar is, het erfgoed wat daar leeft en het erfgoed wat daar ook onderhouden moet worden. Maar ook wat er eigenlijk nog bijna dagelijks bij komt in de vormen van kunstwerken, maar ook opmerkelijke gebouwen af en toe. Het is een stad die altijd in beweging is en die dus ook altijd in beweging was. En het is extra mooi dat we daar een vereniging voor hebben die daar... die daar zorg voor draagt als het gaat over de bewustwording van de bijzondere geschiedenis die we hebben als ex-groeikern. Een klein dijkdorp wat toch tot de tweede stad van de regio is geworden. En dat zorgt er ook wel voor dat je af en toe elkaar moet leren kennen. Want dat is ook niet heel natuurlijk als je vanuit Rotterdam-Zuid of zoals mijn opa vanuit Purmerend hier naartoe verhuist vanwege het werk in de petrochemie. Dan moest je elkaar wel weer leren kennen. Er moest eigenlijk een nieuwe gemeenschap ontstaan. En voordat zo'n gemeenschap al ontstaan is, dan moet je ook nog, ga je uiteindelijk ook weer nadenken van, joh, waar komen we eigenlijk vandaan? En daar hebben jullie een belangrijke rol in die bewustwording. Die zijn ook deelnemer in het cultureel erfgoedplatform. Daar zijn we hartstikke blij mee. Ook daar komen nieuwe ideeën uit hoe we het erfgoed in Nissewaard kunnen bewaren en levend kunnen houden. Daar bent u altijd welkom bij, ook als u niet in een bestuur zit trouwens. Maar de inzet die door de vereniging gepleegd wordt, mag ik namens het college van Nissewaard, mag ik daar ook een waardering over uitbrengen. Niet alleen in woord, maar ook met een bedrag, waarvan je zeker weet dat de historie van Spijkenissen ten goede komt. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Jeroen, bedankt. Dan neem ik deze. Nee, dat is nog mooier. Mevrouw de penningmeester. Mag ik Els even hier? Deze.
Ja, als ik geld roep, dan ja, komt ze daar vandaan. Want we zijn namelijk nog wat vergeten. Oh ja? Ja, kijk maar achter je. Ja. Helene en Nel, wie wil even deze kant op komen? Ja, en Nel wordt zo blij met al die complimenten die ze krijgt. Hè. Leg je toestel mee. We wilden namelijk dat ook nog wel waarderen in een bloemetje. Ja. En Siebout had liever de 10 exemplaren dan bloemetje. Dus. Wat toestel? Nou. Oké. Goed, dames en heren, dit was het officiële gedeelte. Voor de rest moet u het nu zelf gezellig maken. Als het al niet al was. Ik wil nog even herinneren aan het feit dat als u daar de deur doorgaat, we bij de tentoonstellingruimte komen. En dan kan u ook door de deur. En u kan tot 16:30 weer terugkomen. Daarna moet ik zeggen, het is over. Ja? Oké, gezellig dan. Ja. Staat er ook al iedere keer? Ja, joh. Kom hier op. Ja, joh.